goed idee. Ja. Nou, als je dan die hoef je een beetje in de haat houdt, dan ga ik even pissen. Helemaal goed. Mensen die dus in winkels lopen te telefoneren. Je hoort maar de helft van een gesprek en eigenlijk wil je niet meeluisteren, maar doe je het toch. Ja, en dan dus ook met Arjen. Hier. Ja. Dat zit nog wat. En hetzelfde met mensen die muziek zitten te luisteren. Je hoort alleen maar wat geruis en de bassen en eigenlijk ben je dan heel benieuwd naar wat ze aan het luisteren zijn. Nou, dan vraag je dat toch? Aan wildvreemden? Arjen, het zit er nog. Weet je wat? Bekijk het maar, dat doe je toch lekker zelf? Geef mij maar een afwasmachine. Of een andere vrouw. Dat is ook goed. Dat lukt op, zeg. Ben je iemand vergeten? Oh shit, ja, de rol. Ja, sorry. Laat maar, ik wil mee. Ik moet opgeven. Oh. Lieke, er zit hier nog wat. Is de koffie al klaar? Ik ga even kijken, hoe heet Willem? Hier, is goed uit. Mooi. Mooi. Ja, ja. Alsjeblieft. Ja. Arjen? Hè? Ja, tuurlijk. Roos? Oh. Roos, hey! Pak maar, die hoort je. Ah! Ja, of je koffie wil. Nou, lekker. Prima. Oh, Willem, wacht even. Wat? Mevrouw wil koffie in haar eigen hok. Hij is leeg. Zal ik een pakje zeg? Ja? Dat is, pas op, het heet. Dames, koffie? Nou, lekker. Ah, is het? Ja? Wil nog een beetje? Yes, dankjewel. Lieke? Nee, dan doe ik geen ooglicht vanaf. Heb je ook thee? Ik ben nog bang van niet. Sorry. Oh, nee. Nou, dan neem ik wel water. Prima. Zo. Nou. Kom er even bij zitten, Willem. Kom. Nee. Roos, kan je er ook even bij zitten? Ik zit er toch bij? Nee, lekker gezellig zo. Afwerk is gedaan. Jullie zijn goed rustig, zeggen ze ook wel. Ja. Ik zou jullie wel aan willen raden om vanavond niet te laten naar bed te gaan. We moeten morgenochtend weer vroeg op. En we hebben weer zo'n 15 kilometer te lopen, een paar klimmetjes tussendoor. Maar dat gaat prima lukken. Ik hoop wel voor het middaguur bij de volgende locatie te zijn. Hè? Ja. Een heel mooi bergmeertje daar zo. Oh, zo. We kunnen erin zwemmen. En, zwemmen in een bergmeertje? Lekker. Ja. En we kunnen er zelfs wat vis in vangen, misschien voor het avondeten of zo. Oh, dat kan ik doen. Ben ik dan wel weer. Zeg, Pieter. Ja. Zijn er ook die toiletten? Ja, inderdaad. En een douche. Al is die wel wat primitief hoor. Wat een verwennerij. Het kijkt trouwens uit als hij straks naar het toilet gaat. Het kan hier vrij snel donker worden. Ik heb een paar zaklantaarns, die zal ik zo eventjes meenemen. Dat je niet hier naar beneden dondert of over een steen stuikelt of zo. Dat zou niet goed zijn. Nee. Hou vannacht ook een beetje rekening met je slapende reisgenoten. Misschien ook bodem om te zeggen, maar ja, toch. Ja, nou, en daar moet even flink op gedronken worden. En mijn koffie gaat dat niet lukken? Een klein ogenblikje. Ik heb op de pas. Wat ga je doen? Willem!
zijn op vakantie en we moeten ervan genieten, toch? Oké, okay, ik kan het natuurlijk. Dus ga wel, Arjen. Arjen? Arjen? Je weet toch dat ik er een hekel aan heb als je drinkt? Misschien ga ik er wel beter van afwassen. Pieter, bemoei je er niet mee? Dit is niet tussen mijn vrouw en mij. Hou je er buiten? Nee, ik drink nooit. Sla mij maar over. Nooit? Ook nooit gedaan? Ja, heel vroeger wel eens, maar ik kan er niet zo goed tegen, dus heb ik het maar afgezworen. Dat bestaat. Ja. Nou, Lieke, een slokje? Nee, dankjewel. Joyce dan? Lekker. Zo, alsjeblieft. Roos? Ja. Ja, ja, lekker toch. Hoppa. Ik dacht dat die koffie sterk was. Ja. Nou, dan ik zelf nog. Hoppakee. Leuk. Nou, dat zit er allemaal ervoor. Dan kan ik alleen maar zeggen. Om een hele goede vakantie. Nou, proost. Ja, proost. Ik ga nog even zoiets van spullen pakken, jongens. Ja. Ja, dank u. Doen we dat nou dadelijk, hè? Stel je, ik bedenk, als je nou ineens wat nodig hebt, hè? Medicijnen, ja. Weet ik het wat, hè? Pieter? Ja. Pieter? Pieter, we hebben een vraag. Ja, zeg het eens. Ik kom daar eigenlijk onderweg nog winkels tegen. Winkels? En de bergen zeker. Nee, Pieter, luister. Stel je voor. Nou, ja. Ja, iemand van ons, hè, raakt ziek. En kotsmisselijk, waar haal jij de medicijnen vandaan? Dan bel ik gewoon even naar het hoofdkantoor, komen ze het vanzelf brengen. Geen probleem. Oh, maar dat is mooi. Nou, dan kan je gelijk even bellen, want ik denk dat ik over een dag of 3, 2, nou nog wel even een voorraadje van Johnny Walker nodig heb. Ja, ja of, en ik ben mijn nagel op remover vergeten, dus die wil ik ook gelijk mee. Dus. Ja. Nou, weet je wat, ik ga toch die zaklamp maar even pakken. Ik ben zo terug. Ja hoor. Ja, maar je doet. Nee, maar. Wat niet weet, wat niet keert, toch? Niet zo veel, je gek. Ik heb eens zitten denken. Nee? Want we zijn nu wel met elkaar op vakantie. Maar we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus toen dacht ik, misschien kunnen we wel een soort kennismakingsspel doen. Ja. Want ik heb eens op therapie gezeten en toen heb ik... Maar Lieke, dit is niet je therapiegroepje. Ja, maar... Nee. Nou, ik vind het wel een goed idee. Ja hoor, Lieke. Nou, ja? Dank je, Joyce. Hoe gaat het dan? Nou, zo van... Hallo, ik ben Willem. En ik ben een slanger. Hij maakt maar een grapje. Ja joh, het is een grapje. Het is een grapje. Ik weet het heel goed. Ik geloof het. Zo, we hebben een zaklantaarn, een roze eentje. Alsjeblieft. Zo, en rood. Ja. Nog eentje voor Joyce. Ja. Lieke eentje. Kijk, Roos. Kijk. Willem, kijk. En nog eentje waaien, alsjeblieft. Yes! Willem! Ja? Ja. Willem! Nou slok je hem ook nog. Ja, maar... Maar goed. Nou, kijk eens. Ja, is weer goed? Ja hoor. Ja, dat doe ik nog. Had je al wat specifiekers in gedachten? Nou, ja, inderdaad.
Want, nou, het gaat dus zo. Iedereen gaat straks om de beurt iets over zichzelf vertellen. En dan daarna mag je aan één iemand een vraag stellen. En die moet naar waarheid beantwoord worden. Oh, wacht even, wacht even. Ik ga echt niet vertellen wat er op mijn bankrekening staat. Nee, niet zulke soort vragen. Meer van, nou, wat is je lievelingskleur? Oh ja, nee, dat is handig om te weten als je elkaar op zien. Als niemand er verder bezwaar tegen heeft, vind ik het prima. Ja. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Oké, nou, toen ik vanmiddag in de tent lag, heb ik al wat gedaan, het voorwerk gedaan. En ik heb hier 6 briefjes met al onze namen erop. En nou, dan mag je er 1 trekken en die gaat beginnen. Dus Roos, ga je gang. Enig. Oh, sorry hoor. Arjen! Nou jongen, kom jij even? Nou, inderdaad Arjen. Ik ben dus Arjen. Hé, doe dan onder. Oh, Pieter! Die kostelijke koffie, zonde! Oh. Arjen! Ja. Ik neem nog een bakje. Ja, doe dat maar hoor. Goed, ik ben ik lust dus ook even nog wel wat. Arjen, assistent bedrijfsleider van de buurtsupport. Yes, kijk eens. Yes, kijk eens nog te. Luister je nou naast. Oké. Ik mocht dus graag. Heb jij een slijterij nog? Joyce, hou even je mond dicht. Als Lieke naar bed wil, dan gaat ze gewoon naar bed. Kom maar. Kom, dan zal ik je slaap willen geven. Kom maar. Heerlijk. Ja. Wat is dat voor huwelijk? Gewoon, een doorsnede huwelijk. Tamelijk ongelukkig dus. Zeg, wat bedoel jij daarmee? Niks, nee. Nee. Hij vond me toch een uitzondering op die regel. Dat ging ik je straks bewijzen in de tent, weet je niet? Nou, als je zo blijft doorschenken, beug ik me daar echt op. Kan heel kort worden vannacht. Hoezo? Hoezo? Ja? Laat maar. Ga weg. Vrouwen, die zou ik ook echt nooit begrijpen, hè? Nee, Wie eigenlijk een vrouw, Pieter? Ja, ik heb daar een vrouwelijke. Ja? 3? Wow. 3? Jemig, de nieuwe Anton Heijboer zit hier gewoon naast me. Ja, ik snap wel dat je dan even op die berg een doosje moet uitblazen. Oh, 3 stuks! Ja. Oh, maar die dames, fantastisch joh. Ja? Ja, echt waar. Oh, daar wil ik meer van weten. Die ene, veel groene ogen. Wow. Oh, zo mooi. Zo. Dat is blond, mooi haar. Oh, heerlijk. En een beetje. Ja, zo, heel goed. Hé, het gaat een goede vormen. Oh, dat is altijd goed. Aan het einde, ja? Zo'n puntje. Ja. Een beetje haar erop. Oh, die staart. Oh, fantastisch. Zijn het katten? Nee, het zijn poes, het zijn dames. Vrouwen kunnen ook heel goed katten zijn hoor. Ja hoor. Hij is echt leeg niet, hè? Nou, die heeft een extra slaappoel van me gehad. Ze wordt voor morgen 8 uur niet wakker. Is ze wel wat gekalmeerd? Oh ja hoor, ja. Neem jullie het dan maar niet kwalijk, maar ze heeft een beetje een lastig verleden en dan zeker na zo'n enerverende dag als vandaag. Oh, Pieter! Jemig! Dan moet je even meekijken hoor, met het handje. Ik ga alleen maar voor de kop. Ja, tuurlijk. Geen probleem. En als je dan gewoon. Nee. Oh, no, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Met die koffie. Pieter, kom hier. Ja, gewoon een beetje.
als... Dat klopt. Ja. Nou goed. We waren we gebleven? Oh ja, neem het aan niet kwalijk. Lieke bedoel je? Ja. Ja, Lieke. Lijkt me voor jou ook niet erg makkelijk, zo'n figuur. Ach. Ben je even serieus, hè? Als ik te ver ga, moet je het zeggen, hoor. Ik zeg wel een figuurtje, hè? Maar ze lijkt me nou niet echt het type waar je even lekker... Bemoei je er niet mee, Willem! Ja. Ja, bemoei je er zelf niet mee, joh, Roos. Hé, hey. Seks, dat is niet het enige. Nee? Oh, maar heb je dan ook niet eens de behoefte om... Ja, weet je dat? De hond in andermans tuin uit te laten. Nee, dat zou ik nooit... Nee, dat zou ik nooit doen. Nee. Maar, ja, weet je wat het is? Als je dan eenmaal staat... voor dat altaar... Ja. Dan heb je een keuze gemaakt. En tja, dan zit je er aan vast. Ja. Maar dat klinkt ook niet heel erg hard. Jij zit jij al de hele tijd met mij en Lieke te bemoeien. Waar haal jij het lef vandaan? Ik! Ja. Ho. Jij zit er. Jongens. En je hebt het niet eens in de gaten. Nou, jij bent gewoon zo'n arrogante trut die denkt dat ze alle wijsheid in pacht heeft. Nou, ik ben nog lang niet moe, hè, na zo'n klimmetje. Ik kan nog uren lopen. Kom maar hoor, Lieke, dan help ik je wel. Ach, dat is ook niet aardig. En maar slijmen met Lieke de hele tijd. Zo. Oh, Tom, ik zag dat naar je hebt gezegd. Hoezo? Ja, jongen, de schijnwerpers staan. Nou, zo voelt dat. Ja, zo voelt dat dus, hè. Houd dat ding uit mijn smoel, oké? Nou, nu is het genoeg. Ja, maar we kunnen jullie niet samen door één deur. Prima. Een beetje beschaafd als je doet. Ja, inderdaad. Nou, ja, zitten. Je moet dat dan zitten staan, joh. Zitten. Zitten. Roos, ook zitten. We zijn met elkaar op vakantie. En dat betekent dat we de komende 10 dagen ook met elkaar zitten opgeschreven. En als je niet met elkaar overweg kan, prima. Maar blijf lekker uit elkaars buurt. Juist. Begrepen? Nou? Arjen? Ja? Joyce? Mijn best. Hé? Dan kunnen jullie mooi even op gaan drinken. Schenk jij het maar in? Ik wil even pissen. Nou, dat kent hij ook prima. Waar is mijn beker? Nee! Wat? Niet daar! Wat maakt dat nou uit? Het is goed voor de vegetaar. Is er Rick? Stel je niet aan, joh. Zo. Wat ligt er op? Wat ben je toch een misselijk mannetje? Ja. Jullie vrouwen hebben gewoon bekift. Moeten jullie het allemaal kunnen? Inderdaad. Kom op. Kom op. Ja, kom op. Ja, oké. Ja.
Als dat maar goed gaat. Mijn god, wat een ellendige vakantie. Vind je? Jij niet dan? Nee. Een dronken gids? Een muisje met faalangst? Een eigenaar van een slijterij met een kort lontje? Willem op de amoureuze tour? Geen nagellak remover? En ikzelf toe aan een beetje luxe. Oh, een heerlijke massage bijvoorbeeld. Zo lekker. Waarom? Waarom hebben jullie in godsnaam voor deze vakantie gekozen? Ja. 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 Dat begrijp je toch? Als je dat zo bekijkt thuis, dan lijkt het wel romantisch. En weer is totaal iets anders. Maar ja, het is niks voor mij, merk ik nu. En voor Willem trouwens ook niet. Nou, hij lijkt zich anders best te vermaken hoor. Ja, lijkt ja. En ook zich straks in de tent nog wel meer te vermaken. En dat wil jij niet? Niet bepaald voor privacy, als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien kunnen Arjen en ik heel hard gaan zingen. Kan je het in elk geval niet horen? Eeuw, nou, moet er niet aan denken. De liefde bedrijven onder begeleiding van de paden op de lanen is. Ja. Godver. Die oorbellen zijn trouwens wel heel erg mooi hoor. Ja, vind je? Ja. Oh. Ja, vind ik wel. Ja, dankjewel. Mag jij wel, geloof ik? Ja? Ja. In tegenstelling tot Arjen, ik lijk hem enorm te irriteren. Ach joh, die trekt wel bij. Hij schaamt zich een beetje voor de situatie, weet ik. Dat zal de reden wel zijn. Zullen we nog maar een drukje nemen? Nou, lekker. Waar is mijn beker? Die had ik hier neergezet voor jou. Oh, die gaf jij mij, hè? Oh, maar je hebt net mijn net ingeschonken. Oh ja, nou, mijn is alweer op. Weer alleen. Een tijdje eigenlijk alweer. Op zoek? Nee, ben je gek. De mannen zullen wel in de rij staan bij jou. Ik heb wat dat betreft inderdaad niet heel erg te klagen, nee. Ik zou niet zeggen dat Willem de ideale echtgenoot is, maar moet je toch niet aan denken dat ik alleen zou zijn? Alles bent. Ook zonder een vent. En jij? Werk je of ben je altijd thuis? Nee, ik werk. Zo. Een dag per week. Aan de receptie van de verzorgingscentrum. Oh, leuk. En jij? Ik ben fysiotherapeut. Oh, massage, ik weet niet even. Dat is altijd het eerste wat mensen denken. Oh. Het is inderdaad een deel van de behandeling, maar er komt veel meer bij kijken. Oh. Ik werk in een revalidatiecentrum. Nee, Roos, je moet echt komen helpen. Het gaat niet goed. Je moet... Kom. Ja, wat is er dan? Schiet op, kom nou gewoon. Ja, wat is er dan? Gedaan. Ja, leuk hè? Nou, je hebt wel wat op je gezeten hoor.
niet dat dit zou gebeuren. Het kan verder heel ongezellig worden zo. Ja, helaas. Ja, ik heb maar 2 flessen, op meer kon ik niet dragen. Dan moet je maar niet trainen. Zou ik niet eens even op Arjen en George wachten? Ah. Dan. Nou, die hebben we met kleding en al op zo'n matje gegooid. Ja? Alleen zijn schoenen uitgetrokken en geloof me, dat was wel een heel gedoe. Oh ja, flesje water erbij. Hij zal wel dorst krijgen vannacht. Ja. Yes. Ja, voor de dorst. Ja. Ik ga er ook maar in, hè? Ja, hey, ja. Wat is er? Wat is er? Lieke, kom op. Je ligt helemaal dwars in die tent. Ga er opzij. Niet omroeren, gewoon helemaal opzij met je benen. Kom op nou. Oh, ja, kom maar. Ja.